Van loondienst naar zelfstandig ondernemer. Waarom is het nou zo belangrijk om te starten als zelfstandig ondernemer? Nou, allereerst voor jouw staat van zijn. Voor jouw staat van zijn, wie jij van binnen bent, maar ook voor je lichaam. Nou, dan hoor ik je misschien denken, voor je lichaam, hoezo? Toen ik in loondienst zat, kwam ik op een gegeven moment in de sleur in mijn werk. Ik voelde me gestrest, niet happy. Ik had geen energie meer. Ik moest me echt slepen naar het werk. En ik zat in een negatieve spiraal. En ja, als je gaat kijken naar jouw lichaam en jouw cellen, die willen delen, die willen groeien. En bij negativiteit gaat jouw lichaam in de overlevingsstand. Dat wil zeggen, alles stopt. Dus de groei stopt. Daarom is het zo belangrijk om te leven vanuit positiviteit, gezonde voeding en beweging. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat je in een betere staat van zijn komt. En vanuit daar kun jij veel meer het leven gaan leiden wat jij wil. Dus zorg ervoor dat je doet waar je hart ligt. Dat je werkzaamheden doet waar je onwijs blij van wordt. Waar echt jouw hart ligt. Dat jij werkt onder jouw voorwaarden die voor jou echt heel goed voelen. Dat je zorgt voor een prettige werkomgeving. Nou, als je kijkt nu naar deze ruimte, ik ben al 11 jaar ondernemer. Maar nu heb ik mezelf getrakteerd op echt een hele prettige werkplek. En had ik veel eerder moeten doen. Zo belangrijk. Dus creëer je eigen voorwaarden, creëer je eigen woman's cave. Ik ben heel erg benieuwd hoe belangrijk jouw staat van zijn voor jou is. Dus laat je reactie hieronder achter. Superleuk!